De Mookse voetbalclub Eendracht 30 is kampioen geworden in de derde klasse. Daarmee hebben ze promotie naar de tweede klasse afgedwongen. Bijzonder, want in 1981 werd de club voor het laatst kampioen. Nog specialer, de club was vorig jaar pas gepromoveerd naar de derde klasse en promoveert dus direct nog een keer. De club won met 1-0 van RKSV uit Driel door een doelpunt van Milan van Let. Hij schoot vanaf 25 meter in één keer in de kruising.